Dus ja. De kans is veel groter dat als je als politieagent loopt te surveilleren in een achterstandswijk. En er is wat aan de hand. En er is wat aan de hand. En het zijn zwarte mensen. En het zijn zwarte mensen. Dan is de kans veel groter dat de politieagent doodgaat. Ja, 18 en een half keer. 18 en een half keer. Dat is niet een klein beetje. Ja, dus aan de ene kant wordt er gezegd van... Ja, weet je, de politie is racistisch. Nou, uit die cijfers van die Harvard-studie blijkt dat niet. Nee. En aan de andere kant blijkt ook dat zwarte oververtegenwoordigd... Dit is een update. My message has been clear from day one, 2 years ago. This anti-cop sentiment from this hateful ideology called Black Lives Matter has fueled this rage against the American police officer. I predicted this 2 years ago. So do I want to know? With all due respect, do you know that this was because of that? Yes, I do. As a law enforcement officer? I've been watching this for 2 years. I predicted this. This anti-police rhetoric sweeping the country has turned out some hateful things inside of people that are now playing themselves out on the American police officer. I want to know, with all of the black-on-black violence in the United States of America, by the way, when the tragedies happened in Louisiana and Minnesota, you know that 21 black people were murdered across the United States? Was there any reporting on that? There was a black officer who was killed today, but let's... Was there any reporting on that? Sheriff, please, let's just keep the volume down here. So, I understand, and listen, I'm looking at three dead cops this week, Sheriff, and I'm looking at five last year. You trying to tell me to keep it down? Just please. We can keep it civil. So, because the message to people at home, I'm sure you want, is one of civility. I wish you had that message of civility toward this hateful ideology. These purveyors of hate. You don't know what my message is. That's what they do. What I want to say to you is, these people preach vile and virtue. We'll be right in the back. Name We're of go to break, hate. And we'll be right back. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het wekelijkse programma van Up Network, waarbij we de actualiteiten bespreken. En dit is alweer deel 2 van onze drieluik over de Black Lives Matters organisatie, of beweging, hoe je dat ook wil noemen. Onze eerste aflevering ging over George Floyd en dat had jij eigenlijk betoogd, genareerd, dat hij dus de verering niet waard was. Nee, inderdaad. Nee, er wordt op een oneigenlijke wijze wordt iemand vereerd. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel schandelijk dat de zwarte gemeenschap, maar eigenlijk ook de wereldwijde gemeenschap, op die manier zijn helden uitkiest. Weet je, de zwarte gemeenschap heeft de mond vol van blanke helden die geen helden waren, omdat ze misschien kolonialisten of slavendrijvers waren. En in Engeland ook recentelijk worden beelden van die westerse helden van hun sokkel gehaald. Maar dan kijk ik naar welke helden kiezen dan de zwarte mensen in 2020. Dan is dat iemand als George Floyd. Ja, iemand die gewoon high was, onder invloed was. Van zware drugs. Ook gewoon een zwangere vrouw onder schot heeft gehouden. Heeft overvallen. Ja, gewoon jarenlang in de bak heeft gezeten. Minimaal 10 jaar van zijn leven in de bak heeft gezeten. En zo'n persoon is wel een held. Zo'n persoon verdient wel Muriel. Zo'n persoon verdient wel t-shirts, noem maar op. Ja. Dus wie zijn jouw helden? Dat is ook het interessante, want de helden zijn ook een reflectie van de moraliteit van een gemeenschap. Ja. En als je dit soort helden kiest, dan getuigt dat niet echt van bepaalde moraliteit of ethiek. Precies. Toch? Ja. Dus daar ging ons deel 1 over. En een aantal van die reacties, een aantal mensen hebben ook gereageerd. En wat heel veel mensen zeiden ook, naar aanleiding van onze uitzending, was van, ja, ook al was hij een crimineel, hij verdiende niet om zo dood te gaan. Nee, klopt. Nee, klopt, maar daar zijn we het ook mee eens. Ja. Daar ging die discussie niet over. Die discussie ging over de achtergrond van een Floyd en dat wij het niet terecht vinden dat zo iemand vereerd wordt als een martelaar, als een held, noem maar op. Hij verdient het niet om zo geëerd te worden. Als er personen zijn die het verdienen om geëerd te worden, dan is het wel een persoon als David Dorn, de ex-politieagent die gedood is tijdens de Black Lives Matters rellen. Door een plunderaar. Ja. Zo'n persoon heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeenschap. Exact.
Hij heeft zijn leven opgeofferd. Hij heeft zijn leven opgeofferd. Hij beschermde gewoon, een zaak. Juist. En hij beschermde echt de zwarte gemeenschap. Hij beschermde echt de zwarte gemeenschap. Ja. Kies hem als held. Ja. Maar kies niet een George Floyd als held. Maar eerlijk, wat heeft een George Floyd gedaan voor de gemeenschap? Ja, precies. Nee. Dus daar ging ons eerste deel over. En wat we vandaag gaan, waar we het vandaag over gaan hebben, is de mythe van racistisch politiegeweld. Want die dood van George Floyd heeft een soort discussie opgerakeld over racistisch politiegeweld. En er werd gezegd van, ja, kijk, zie je wel, dit is het bewijs dat de politie in Amerika racistisch is. En wat je ziet is dat een beweging als Black Lives Matter Nederland, Antifa en ook Kick-Out Zwarte Piet dit gebruiken om hun eigen agenda in Nederland weer te herstarten en aan te geven van, ja, kijk, zie je, in Nederland is er ook sprake van institutioneel racisme. In Nederland is de politie ook racistisch. En ja, wat wij gaan betogen en wat jij ons gaat vertellen straks, Awish, is dat het een mythe is. De politie is niet racistisch. Althans, er zijn racisten in de politie, natuurlijk. Dat gaan we niet ontkennen. Elke gemeenschap, elke samenleving heeft wel racisten. Ja. Dus in elke gemeenschap en elke samenleving vind je racisme. In elke gemeenschap en samenleving vind je vormen van discriminatie. Maar is het zo dat de politie in Amerika racistisch is en expres zwarte mensen loopt te doden? Vanwege hun huidskleur dus? Vanwege hun huidskleur? Nee, dat is het niet. Daar is geen enkel bewijs voor en dat gaan we dus inderdaad... En dat gaan we betogen. Over. Kijk, ten eerste, tuurlijk, je hebt soms excessief politiegeweld. Ja. Maar we zeggen inderdaad, het is niet racistisch ingekleurd. En we gaan beginnen met een aantal statistieken. Mm-hmm. En ik begin dan ook even met een veel aangehaalde linkse bron, moet ik zeggen. Mappingpoliceviolence.org. En daar heb jij goed naar gekeken. Dat wordt veel aangehaald. En het wordt op een bepaalde manier gebruikt. Kan je iets over vertellen? Ja, kijk, als je dus onderzoek gaat doen, en we roepen ook iedereen op om onderzoek te gaan doen naar dit fenomeen, is waar je gelijk op komt, is een website, Mapping Police Violence. En daarin wordt gesteld van, ja, 24% van de slachtoffers van politiegeweld was zwart, terwijl ze maar iets van 13% van de bevolking uitmaken of zoiets. Mm-hmm. Zoiets werd er gezegd. En daarmee suggereren ze dat de politie, dat er een soort bias heerst van de politie met betrekking tot zwarte. Als je die hele website gaat bekijken, dan komt het over alsof de politie expres zwarte mensen loopt te targeten en erop te loopt te focussen om ze dus te vermoorden. Dat er een soort vooroordeel heerst bij de politie. Ja, ze noemen dat de racistische bias. Ja, maar dat weten we dus niet. Nee. En het punt is, het maakt niet uit dat zwarte maar 13% van de bevolking uitmaken, van de totale Amerikaanse bevolking. Je moet kijken, op het moment dat je het hebt over politiegeweld, dan moet je kijken naar de verdachte. Hoe vaak was een zwarte verdachte, hoe vaak was er een blanke verdachte? En hoe vaak komt dat voor? Ja. En op basis van die twee groepen moet je kijken, op basis van die interacties eigenlijk. Interacties, moet je gaan kijken of dat dan daadwerkelijk zo is dat zwarte grotere kans maken om dood te gaan dan blanke. Mm-hmm, mm-hmm, maar jij hebt het ook uitgezocht, hè? Ik heb het ook uitgezocht, ja. Ja. Want kijk, natuurlijk, er worden heel veel zwarte mensen vermoord. Dat is zo, dat is een feit. Ik heb getallen van 2014 even toevallig voor me. Meer dan 6000 zwarte mensen zijn in 2014 in Amerika vermoord. Ja. Maar wie vermoordt ze? Dat is niet de politie. Het zijn ook niet de blanke mensen. Het zijn de andere zwarte mensen zelf. Er is een wetenschappelijk artikel van Harvard van mei 2015. En daarin staat dat eigenlijk er sprake is van een disproportionele representatie van zwarte mensen in zowel moorden als geweldsdelicten. Aan beide kanten overigens, zowel als dader en als slachtoffer. Oké. Okay. Want wat blijkt nu, zwarte mensen vertegenwoordigen tussen 1980 en 2008 meer dan 51% van eigenlijk alle gewapende moorden. En nogmaals, die zwarte gemeenschap vertegenwoordigt maar 13% en de zwarte mannen vertegenwoordigen maar 6%. Dus ondanks het feit dat ze maar 13% van de bevolking uitmaken, ze zijn maar 13%. Ja. Zijn ze verantwoordelijk? Die 13% is verantwoordelijk voor 51% van de totale moorden. Ja. Dus van alle moorden in de VS tussen 1980 en 2008
zijn ze verantwoordelijk, is die gemeenschap verantwoordelijk voor 51% van de moorden. Ja. Laat het even bezinken. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Dat is gewoon meer dan de helft. En als we nog eens erbij stilstaan dat de meeste gewelddadige misdrijven gepleegd worden door mannen, dan zou je ook nog eens kunnen zeggen... Dat getal gaat meer naar de 6 dan naar de 13. Precies. Want het gaat niet om de gehele zwarte gemeenschap die je moet aanspreken. Het zijn vooral die mannen. Dus het gaat om die 6% met name. Ja, want mannen zijn oververtegenwoordigd natuurlijk. Exact. In de criminaliteit. Exact. Ja. Dus daar begint het eigenlijk al mee. Dus dat is gewoon een Harvard-studie tussen 1980 en 2008. En uit recentelijke studies blijkt ook dat dat niet veranderd is. Die disproportie die blijft. Want zwarte mannen, met name mannen, zijn de afgelopen jaren... verantwoordelijk voor 44% van het totaal aantal moorden in Amerika. En voor 50% van het totaal aantal geweldsincidenten in Amerika. Dus het is niet zo dat het alleen maar in 2008 is, maar het blijft gewoon aanwakkeren. Dat zie je ook afgelopen jaren. Dus die oververtegenwoordiging die blijft gewoon bestaan. Het is een stuk minder, maar het is nog steeds oververtegenwoordiging. Ja. Dus eigenlijk al decennia lang, en dit is best wel ernstig om te zeggen, al decennia lang, al tientallen jaren lang, is de zwarte gemeenschap oververtegenwoordigd in het aantal moorden, geweldsdelicten, noem maar op. In criminaliteit. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En dan ook nog wat getallen over politiegeweld. Dat is ook een Harvard-onderzoek door Roland Freyer. Wat hij heeft geconstateerd is dat blanke mensen 24% meer kans hebben om neergeschoten te worden door een agent dan zwarte mensen. Wacht eens even. Dus blanke mensen hebben meer kans om neergeschoten te worden door een politieagent? Ja. En welke bron is dat? Dat is een Harvard-onderzoek van Roland Freyer. Oké, een Harvard-onderzoek. Ja. Okay. Dus die data is heel duidelijk. Ja. En als je die data, hoe interpreteer jij dat? Weet je, je bent ook docent, je bent onderzoeker. Hoe interpreteer jij deze data als je dit hoort? Nou kijk, als je deze data ziet, dan zou je zeggen van het is één studie. Je kan op basis van deze data geen conclusie trekken dat er een soort vooroordeel heerst van de politie richting een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, dus geen raciaal vooroordeel. Nee, je zou eerder denken van dat het raciaal vooroordeel heerst richting blanken. Ja. Omdat blanken ondervertegenwoordigd zijn. In criminaliteit. Ja. En dan is het raar dat blanken juist vaker slachtoffer zijn van politiegeweld. Althans, vanuit deze statistieken. Exact, ja. Dus het is juist andersom dan... Dan wat er gesteld wordt door de media. Door de media. En dat is heel erg apart. Want we worden iets anders inderdaad. Verteld. Om nog even door te gaan op statistieken. Mm-hmm. Een onderzoeker, Heather McDonald, heeft ook een boek geschreven, War on Cops heet het. Heeft ook een onderzoek uit juli 2016 gepubliceerd. En daarin stelt ze dat Amerikaanse politieagenten 18,5 keer meer kans hebben dat zij vermoord worden door een zwarte man dan andersom. Weet je, let that sink in. Ja. 18,5 keer meer kans bij een encounter tussen een politieman, en er is niet gezegd welke etniciteit die politieman heeft. Het gaat gewoon om politieman versus zwarte man. Dan heeft de politieagent, die heeft dus eigenlijk 18,5 keer meer kans dat de politieagent vermoord wordt. Ja. Dan andersom. Er wordt gesproken over de racistische politie en dat zwarte eigenlijk een soort schietschijf zijn en dat de politie eigenlijk op zwarte loopt te jagen. Dat wordt eigenlijk betoogd in de media, in de linkse media. Ja. Maar de politie heeft 18,5 keer meer kans om te overlijden bij een interactie met een zwarte verdachte, mm-hmm, dan andersom. Ja. Dus de kans is veel groter dat als je als politieagent loopt te surveilleren in een achterstandswijk. En er is wat aan de hand. En het zijn zwarte mensen. Dan is de kans veel groter dat de politieagent doodgaat. Ja, 18,5 keer. Dat is niet een klein beetje. Ja, dus aan de ene kant wordt er gezegd van, ja, weet je, de politie is racistisch. Nou, uit die cijfers van die Harvard-studie blijkt dat niet. Nee. En aan de andere kant blijkt ook dat zwarte oververtegenwoordigd zijn. En dat het voor politieagenten juist gevaarlijker is om te interacteren met een zwarte verdachte dan andersom. Ja. En dat brengt me eigenlijk bij een ander punt. Dan is het ook logisch. Want wat als jij die politieagent zou zijn? Het maakt niet uit wat je etnische achtergrond is. Ja. En je gaat naar zo'n plek toe en het is de zoveelste keer. Ik begrijp ergens wel, en ik praat het niet goed nogmaals, nee, maar die politiegeweld, dat die af en toe excessief is. Ik snap het wel. Ja,
Tuurlijk. De data ligt niet. Je riskeert je leven. Ja. Je riskeert je leven. Absoluut. Kunnen we die politieagenten kwalijk nemen? Natuurlijk. Je zal altijd racisten hebben in elke beroep. Sure. Maar uit de data blijkt niet structureel dat het racisme is. Ja, dus niks uit die data blijkt niet dat er sprake is van structureel racisme bij de politie. Mm-hmm. En wat het interessante is, dat zag ik ook op Twitter. Mm-hmm. Er was dus een Nieuwsuurjournalist die zei dus van, ja, het black-on-black crime argument is heel erg lui. Als tegenargument voor racisme. Ja, klopt. Ja, dat was Ilko Bos van Rosenthal. Ja, mm-hmm. Ja, en hij refereert dan aan een artikel van Fox.com, mm-hmm. VOX. En ik heb er ook naar gekeken en hij zegt eigenlijk van ja, weet je, black on black crime. Nee, weet je, lui argument. Het klopt namelijk niet. Het gaat niet over. Je moet het niet raciaal bekijken. Het gaat uiteindelijk over armoede. En hij wijst dus armoede aan als. Dat artikel wijst armoede aan als predictor van. Ja, al die criminele. Weet je, escalaties die in die zwarte mm-hmm. wijken gebeuren. Maar dat is onzin. Ja. En dat gaan we ook bewijzen waarom het onzin is. Maar iets anders nog in dat artikel. In dat artikel begint men over het peilen van een gevoel. En dat is ook wel belangrijk. Dat geeft een denkfout. In het artikel van Fox, waar die Ilko Bos van Rosenthal naar verwijst. Ja, okay. Ja, en hij heeft het over een gevoel. En dan gaat het erover van, hey, wat is je gevoel? En dan wordt er een survey, een enquête gehouden. Wat is je gevoel, weet je? Zijn zwarte mensen of zijn blanke mensen eerder dader of slachtoffer bij politiegeweld? En dan, ja, wat mensen voelen, met alle respect, maar dat doet er niet toe. Dus ze meten een gevoel. Dus wacht even, een nieuwsuurjournalist die claimt in principe dat black-on-black crime een lui argument is. Nou, ja. nu hebben we eigenlijk aangetoond dat tussen 1980 en 2008 zwarten verantwoordelijk zijn voor 51% van de moorden. Ja. Hij zegt van oké, het verwijzen naar die black-on-black crime is een lui argument om racisme eigenlijk te verwerpen. En zelf verwijst hij dus naar een studie waarin gevoel wordt gemeten. Gevoel, maar ja. Ja. Als een feit. Ja. Dus het net is als, net als als jij naar buiten loopt in je korte broek en je denkt, oh, de gevoelstemperatuur is even anders dan, weet je, voorspeld. We kunnen ook gewoon het gevoel van mensen meten en dat brengen als een feit. Ja. En dan vervolgens zeggen van, zie je, het klopt helemaal niet. Ja, of het klopt wel. Dat is toch onzin? Ja, zo bedrijf je geen wetenschap. Ja, maar, dus, nee. Ja. Dus weer Nieuwsuur. Nee, weer Nieuwsuur. We hebben al eerder een mot gehad met iemand van Nieuwsuur. Ja. Nee, dat artikel klopt niet, weet je. En nogmaals. En nog iets, wat ik even wil benadrukken. Mm-hmm. Er wordt heel vaak gezegd, hè, en op internet ook. Wordt dus gezegd van, ja, je moet niet naar black-on-black crime verwijzen om racisme te debunken. Ja. Maar dat is juist van belang. En waarom is dat van belang, die black-on-black crime? Omdat dat inzicht geeft in de context waarbinnen politieagenten moeten werken. Ja, als er sprake is van een oververtegenwoordiging van de zwarte gemeenschap in de criminaliteit, dan schetst dat ook de context waarbinnen politieagenten moeten opereren, handelen en opereren. Mm-hmm. En dat zegt iets over de risico's en de gevaarzetting waarbinnen die politieagenten moeten handelen. Inderdaad. En daarom is black-on-black crime, kan je niet loszien van politie optreden. Ja, want die politieinterventie is gebaseerd op dat black-on-black crime voornamelijk. Ja, want omdat wordt veel voorkomt. Precies, het komt veel voor. Weet je, dus wat links probeert te doen is van, dat probleem is zo groot, black-on-black crime, dat willen ze het liefst gewoon wegparkeren. Ja. Dat willen ze parkeren, dat willen ze verstoppen in een kast en dat niemand mag erover praten. En als er over gesproken wordt, dan moeten we mensen niet framen, noem maar op. Nee, en in plaats daarvan gaan ze leugens verkondigen en dan hebben ze een soort hyperfocus op, het zijn die blanke politieagenten, die blanke politieagenten, racist. Ja. En dat is massaal een probleem. Ja, ja. Maar dat is juist van belang, die black-on-black crime, omdat het de context schetst waarbinnen die mensen werken. Ja, en weet je, dat is zo oneigenlijk van die hele discussie. Dat wordt niet daar praat mensen niet over. Niet over gesproken. En ook in dit artikel van Fox dus, wordt gezegd van, ja, weet je, de predictor van die criminaliteit bij zwarte mensen heeft gewoon alleen maar te maken met die socio-economische status, namelijk met armoede. Ja. Nee. Nee, weet je, dat is een andere manier om te zeggen, je bent zwart, maar daar kijk ik niet naar. Mm-hmm. Oh, je bent toevallig ook nog financieel niet heel, weet je, vermogend. Precies. Dus, dan zal het daaraan liggen. Nee, dat is een vals argument. Ja, maar dat betekent, dan zou je moeten kijken van, oké, stel je voor, hè, als het zo is, dat een van de redenen dat zwarte mensen gewelddadig zijn,
Mm-hmm. Dat komt omdat ze in armoede leven en dat ze geen kansen hebben in de Amerikaanse samenleving. Mm-hmm. Weet je, dat zou je als argument kunnen hebben. Maar hoe zit het dan met die andere gemeenschappen? Zijn er geen blanke mensen die in armoede leven? Ja. Zijn er Hispanics? Zijn er geen Hispanics die Asians? In armoede leven? Zijn er geen Asians die in armoede leven? Zijn er geen Native Americans die in armoede leven? Nee. Waarom die Native Americans die wonen in reservaten? Waar is die boosheid van hun dan? Ja, als er één groep boos moet zijn, dan zijn het de Native Americans wel. Daarom. En je ziet al uit de data blijkt dat die zwarte mensen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit. Ja. En dan ga je zoetsappig doen en zeggen van ja, socio-economische redenen. Ja, dat is onzin. Nee, dat kom je ook tegen inderdaad in die andere etnische groepen. Ja, dan zou dat ook een verklaring moeten kunnen zijn. Dan moet je ook verklaren. Kijk, als je verklaart dat het sociaal-economische factoren zijn waarom zwarte oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Ja. Dan moet je ook verklaren waarom dat niet zo is. Bij die andere groepen, als je dat vergelijkt. Ja, en weet je, dat Harvard-onderzoek haakt hierop in wat je nou vraagt. Want op pagina 7 van het Harvard-onderzoek, er zijn verschillende dingen, verschillende variabelen zijn gemeten van in welke mate zijn die van invloed op het feit dat zwarte mensen meer, of weet je, oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit. Mm-hmm. Er is zelfs gekeken naar IQ. Oké. Okay. Weet je, dat is al moeilijk, hè? Mm-hmm. Dat mag je bijna niet zeggen, hè? Zwart en IQ, dat gaat fout. Maar er is zelfs gekeken naar IQ, er is gekeken naar zelfcontrole. En welke mate hebben mensen zelfcontrole, weet je, een goede coping. Mm-hmm. Er is gekeken naar socialisatie en familiestructuren. Er is gekeken naar subculturen, want je hebt bepaalde bendegeweld in subculturen die verheerlijkt wordt. En als je daar, weet je, in geboren wordt, kan het zijn dat je, weet je, dat kopieert. En ook natuurlijk, wat jij net zegt, die socio-economische factoren. En al die theorieën, die blijken uiteindelijk niet het gewenste, de gewenste doorslaggevende factor te zijn in dit onderzoek. Daar gaat het dus helemaal niet om. En ik wilde nog even naar een andere tabel met je kijken. Dat is van datzelfde onderzoek van Harvard, figuur 3. En het gaat over homicides, dus moorden. En er is een soort lijngrafiek getekend, waarbij lijnen worden getekend op basis van ras en ook de ras, zeg maar, voor de dader en voor het slachtoffer. Want dat is ook belangrijk, hè? Wie zijn de daders, wie zijn de slachtoffers? Dat is in het hele debat heel belangrijk. Okay. En wat je ziet in dit in deze diagram, een lijndiagram heet het volgens mij dan, hè? En nogmaals die statistieken zoals net, 1980 tot 2008, dan zie je echt een heel duidelijke oververtegenwoordiging van black-on-black crime. Ja. En je ziet dat dat vroeger andersom was. Vroeger was het white-on-white en net voor 1990 is er een kruispunt bereikt. Dat kan je ook zien. Ja, ik zie het hier. En op een gegeven moment haalt dan, net voor 1990 haalt zwart-on-zwart, dus black-on-black crime, haalt het in en het blijft steeds hoger. Ja. En wat je hieruit opmaakt, en ik ben ook wel benieuwd naar jouw interpretatie, hoe jij ernaar kijkt. Je ziet zowel black-on-black crime is hoog en white-on-white crime is hoog. Maar niet white-on-black. Ja, maar dat is heel makkelijk te verklaren. Dat heeft te maken met het feit dat er sprake is van segregatie in de Verenigde Staten. Dus mensen wonen gewoon geclusterd bij elkaar. Ja, precies. Ja. En als mensen geclusterd bij elkaar wonen, dan hebben ze ook veel meer interactie met elkaar. Ja. Dus het is logisch dat als jij in een zwarte buurt woont, dat je eerder interacties hebt met zwarte mensen en ook eerder conflicten hebt met zwarte mensen. Klopt. En in een achterstandswijk, als je gaat kijken in de jaren 80, weet je, die hele cocaïnehandel, die hele drugshandel is toen ook heeft ook een boom gemaakt, hè? Ja, met name in zwarte gemeenschappen. Dat wordt ook in het onderzoek gezegd. Cocaine. Ja, klopt. Dat wordt je ook gezegd. Crack cocaine kreeg ook een boom in de jaren 80. Ja. Dus dat is en dat moest worden beschermd door wapens. Dus wapenhandel kwam erbij. Weet dus, je? Dus die bendes en zo. Ja, inderdaad. Bendegeweld is toen opgeleid. Ja. Maar ondanks dat je dit zegt, en het klopt wat je zegt, wordt er toch ook, als je kijkt naar die lijnen, hè, black on white crime en white on black crime. Althans, crime, het zijn gewoon mensen doden. Hè, dus eigenlijk de zwarte mensen die witte doden, blanke mensen doden en de blanke mensen die zwarte doden. Dan is het nog steeds ook tussen die twee lijnen, ondanks dat die mensen waarschijnlijk niet in die periode samen hebben gewoond, in dezelfde neighborhoods, zie je dat die black-on-white crimes wel hoger is dan de white-on-black crimes. Dus het is voor blanke mensen gevaarlijker. Dus blanke mensen maken eerder kans om gedood te worden door een zwarte. Dan andersom. Dan een zwarte door een blanke. En, ja. En ja. Wacht eens even. Mm-hmm. Dan hebben we het over racism. Dan hebben we het over racisme. Dan hebben we het over racistisch geweld. Dan hebben we het over racistisch politiegeweld. Maar wat blijkt dus uit die cijfers, blijkt dat dus niet. Narratief. Dat zwarte mensen te maken hebben met racistisch geweld,
dat als je zwart bent, dat je je leven niet zeker bent. Want dat zag ik ook, hè, van, zie heel emotioneel, zie een zwart kind van, ja, ben ik mijn leven wel zeker? Weet je, die memes en zo, van, kan ik wel opgroeien, haal ik wel dinges, noem maar op. Ga je me niet, word ik niet gedood door de politie? Ja. Dat is onzin. Ja. Je moet voor als zwarte persoon in Amerika, moet je juist bang zijn voor zwarte. Wayne, there's nobody at the checkout, but this nigga just pulled a gun out. Oh, not just me, but five other black females. And y'all sitting up here really pretending like y'all did this shit over black lives. A black man who looks like me, who should be out there protecting me, just pulled a gun out on me and five other sisters. So y'all tell me, keep lying to yourself, talking about this was about black lives. Just pulled a gun out on me because I'm out here trying to clean up. To clean up what's mine. Y'all so pro-black that y'all anti-black. Ain't nobody gonna say nothing about that, right? That's what I worry about. When the police came here, they ain't pull out no gun on me. But my brother did. Just pulled out a gun on us. Because we're trying to stop people from coming in the parking lot. We're trying to stop people from coming in the parking lot and creating more garbage. And this man just pulled a gun out on me and five other females. So now I'm in my car and I'm finna go home because at the end of the day, I feel hopeless and there's nothing that I can do. I'm picking up garbage and here goes some old black folks throwing some shit on the ground. Coming in the store, taking stuff and not helping, not asking who needs something. You pulled the gun out on me. That's what you did. You stood there. And you pulled the gun out. And y'all out here worried about these police officers. Everybody is against us, including us. En dan is er ook nog een ander artikel wat ik interessant vond. Dat is iets van City Labs. Kijk, wat ze voorheen altijd zeiden, en dat is nog steeds wel zo, dat is deze tabel. Men of color more likely to be killed by police. En dan zie je dus een oververtegenwoordiging van de Afrikaanse, Amerikaanse mensen. En dan de gele lijnen, dat zijn de males en de mannen. Met name de mannen dus, die zijn more likely to be killed. En dan denk je, maar hoe kan dit? Want we hebben het tegenovergestelde betoog. Ja, precies. Dus hoe kan dit? Ja, weet precies, je? Want die Harvard-studie zegt iets anders. Exact. Ja. En daarom is het goed om dit even goed uit te vergroten. Want dit is altijd wel gezegd door bepaalde data. Maar weet je wat hier een probleem van is? Het is population-based. Oké, okay. Er werd dus niet gekeken naar de verdachte. Dus de verdachte werd niet als populatie genomen. Nee, de demografie. Demografie werd als, werd als uitgangspunt genomen. Precies. En precies, daardoor precies. Lijkt het alsof zwarte mensen een grotere kans maken om gedood te worden door politie. Op basis van de populatie is dat wel zo. Ja. Ja. Maar als je gaat kijken naar de groep gedetineerden of de verdachten, en je pakt die groep, dan zie je dat dat niet zo is. Nee, dan zie je dat het niet zo is. Dus het gaat erom hoe interpreteer je data. Ja. Daarom is het heel belangrijk. Wat hieruit blijkt is dat het vaker voorkomt dat de zwarte en de Latino victims, de slachtoffers van politiegeweld, dat het vaak dus een zwarte politieagent of een Latino agent was die dat deed. Okay. Dus een zwarte politieagent die vaker een zwarte man doodschoot en een Latino politieagent die vaker een Latino doodschoot. Oh, dit is wel interessant. Dus, ja. Dus de mythe dat het te maken heeft met racisme, want het is altijd een blanke politieagent, ja, kan ook niet worden aangetoond. Dus als je gaat kijken naar die, die website, hè, Mapping Police Violence, dan wordt gezegd van ja, de politie die maakt zoveel zwarte dood. Dat is eigenlijk gebaseerd, die statistiek, op de populatie en klopt, niet op de groep verdachten. Klopt, klopt. Daarom is het vertekend. Klopt. En dat de politie verantwoordelijk is voor zwarte doden. Dat wil niet zeggen dat het om een blanke politieagent ging. Nee, dus je zou kunnen zeggen, ja, er is nog steeds excessief politiegeweld richting bijvoorbeeld zwarte mensen, maar ook zeker richting witte mensen. Blanke mensen hebben we net gezien. Dat hangt er vanaf welke groep je neemt als uitgangspunt. Ja, inderdaad. Maar het is niet racistisch gedreven. Precies. Dus er is geen racistisch geweld. Althans, er is geen bewijs, er is geen aanleiding voor om te denken dat het racistisch, dat met racisme te maken heeft. Nee, want als het een zwarte politieagent is die een zwarte man doodschiet, is die zwarte politieagent dan een racist? Ja. Is hij een racist wat betreft zijn eigen kleur? Ja. Of die Latino politieagent, dat staat er allemaal letterlijk. Dus die mensen die schieten zijn geneigd om eerder hun eigen, ja, eigen zeg maar, etniciteit, weet je, hun eigen groep dood te schieten. Ja. Dan dat het een blanke doet. Het gaat om zwarte agenten. Ja. Maar
waarom wordt dit... het is zo makkelijk, hè? We hebben dit even uitgezocht. Ja, het kost altijd wel heel veel uren trouwens. Ja, oké, okay, we hebben een aantal uren. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, maar waarom wordt dit niet benadrukt? Ik snap niet... Ja. Dat mensen dit niet benadrukken. Nee, en het staat er gewoon. Maar dit gewoon. Past gewoon niet. Hè? Dit past gewoon niet in een beeld. Nee, klopt. En dit is het onderzoek van de Lancet. En nogmaals, die vertekende data komt gewoon doordat het gefocust is op die demografie. Er is ook een studie uit 2019, augustus. En daarin staat dat er ook geen bewijs is van anti-zwart sentimenten bij de politie of anti-Hispanic sentimenten. Bij politieagenten die dus schieten op burgers. Oké. Okay. En dat is dus een 2019 studie. Ja, dus van vorig jaar. Dit is van vorig jaar een studie die gepubliceerd is. Mm-hmm. En daaruit blijkt dus dat er geen bewijs is dat de politie, dat er een anti-zwart sentiment heerst bij de politie. Maar nogmaals, dus ras is geen doorslaggevende factor voor een politieagent om te schieten. En het is ook lang niet altijd een blanke politieman. Ja, dus een studie uit 2015 van Harvard en een studie uit 2019... En diverse andere studies. Ja, de Lancet 18. Hebben wij nu aangehaald. En daar hebben wij dus aangegeven, ten eerste, dat de politie een verhoogd risico loopt om dood te gaan. Een politieagent loopt een verhoogd risico om dood te gaan bij de interactie met een zwarte verdachte. Ja. Dus voor de politie is het juist gevaarlijker dan een zwarte verdachte. Ja. Om te interacteren. De kans dat een politie gedood wordt is veel groter. Ja, 18,5 keer groter. Daaruit blijkt ook, uit de studies die we hebben aangehaald, dat zwarte oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. En dat het veel gevaarlijker, dat de kans dat zij gedood worden door een eigen zwart persoon veel groter is dan een blank persoon. Zeker, ja. Maar dat voor een blank persoon de kans ook groter is dat zij gedood worden door een zwart persoon. In plaats van andersom, ja. Dan andersom. Ja. Dus die oververtegenwoordiging. Ja. En uit die studies blijkt ook dat er geen bewijs is gevonden voor een anti-zwart sentiment bij de politie. Geen racistische motieven, helemaal niet. Ja. En zelfs geen socio-economische motieven. Ja, en dan kunnen we concluderen, althans de vraag die ik jou nu wil stellen tot slot. Ja. Als dit blijkt dus uit al die studies, hoe komt het dan dat wij toch dat er een soort dominante narratief is dat de politie racistisch is? Kijk, je hebt het al misschien tussen neus en lippen doorgegeven, dat zij misschien die statistieken gewoon op een andere manier... Zij interpreteren de data op een andere manier. Dus ze hebben heel erg data gefocust op demografie. Mm-hmm. En in die demografische gegevens, dus bepaalde plekken, hè, waar veel zwarte mensen wonen, waar dus ook die oververtegenwoordiging is, daar lijkt het, als je alleen die data plukt en presenteert, lijkt het dat die zwarte mensen vaker betrokken zijn. Maar nogmaals, het komt door hun eigen interactie. De politie komt niet als je bloemen verkoopt. Ja. Dus ze zijn gewoon oververtegenwoordigd. Ja. Ja, dus het is niet zo dat als zwarte loop je gewoon lekker op straat. En, in één keer en dan komt de politie en dan schiet je gewoon neer of zo. Nee, ze zijn al per definitie oververtegenwoordigd. Ja. En je zit dan ook nog met dat zwaar verhoogd risico van politieagenten die meer kans lopen, 18,5 keer meer kans dus, dat ze door een zwarte man worden vermoord dan andersom. Ja, ja, logisch dat je een soort van hyper-arousal hebt bij die agenten en dat ze snel geneigd zijn om, en ik praat het niet goed, weet je, politiegeweld is niet altijd goed, excessief zeker niet, maar logisch wel dat gebeurt. Ja, en het is heel makkelijk om statistieken in principe te misbruiken. Ja, het is heel makkelijk om alleen maar naar de populatie de demografie te kijken. Ja. Om te kijken van, zie je, zwarte zijn maar 13% van de bevolking, maar die worden, als je kijkt, 13% wordt dan toch wel, ze worden meer gedood. Ja. Dat is heel makkelijk om die conclusie te trekken. Dat is heel makkelijk om te zeggen. Dat was die tabel met die man of color, hè? More likely to be killed. Maar weet je wat je hier ook niet in ziet, en in die Harvard-onderzoeken wel, je ziet hier alleen de slachtoffers en niet de daders. Ja. Dus dan lijkt het dat ze slachtoffers zijn. Dus echt die victimhood. Ja. Maar laat ook zien wie de daders waren. En dat laat Harvard wel zien in die mooie tabel. En dat zijn dus vaak ook... Dus ze worden dus... als je dus gaat kijken naar de groep verdachten, dan zie je dat het niet klopt. Hmm. En op het moment dat zij gedood worden door de politie, dan zijn het ook vaker zwarte agenten. Ja. Ja. Oké, okay, nou laten we het hierbij laten. Ik denk het wel. In ieder geval, we hebben er weer abonnees bij. Oh, leuk. Gaaf. Dus we willen iedereen ook echt bedankt voor het kijken. Iedereen zeker die weten geabonneerd heeft, willen we ook bedanken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je op ons kanaal. En doneer. We zijn trouwens gedemonetized.
Ze vertelde je, ja. Ja. Hoe kwam dat, joh? Wat is dat? Nou, we verdienen dus geen geld op YouTube meer aan onze filmpjes. Waarom? Ja, waarschijnlijk hebben we controversiële content of noem maar op. Oké, okay. Maar niet dat we heel veel geld verdienden, toch? Dat is dat is echt tientjes, toch? Was dat? Precies. Dat was niet, dat is niet veel. Hiermee verdienen we niet ons geld. Heel veel mensen denken dat wij gefinancierd worden door Zionisten of door Russen of noem maar op. Ja, dat is niet zo. Maar wil je een donatie, wil je iets, ben je vrijgevig, wil je doneren aan ons, dan kan dat op het onderstaande rekeningnummer. Heel graag, want we doen het natuurlijk uit onze eigen zak. Eigen zak. En vrijwillig. En we willen het blijven doen. Dus, willen blijven doen. Kijk ook vooral naar ons derde deel. Dit was het tweede deel. Het eerste deel, als je die niet gezien hebt, ging over George Floyd. Vandaag hebben we het gehad over de mythe van racistisch politiegeweld. En de volgende keer gaan we het hebben over die hele Nederlandse context. Ja. En over wie zit er nou achter Black Lives Matter? Hoe zit dat nou precies? En wat is hun agenda? Klinkt al heel interessant. Ja. Zeker kijken volgende week. Zeker kijken. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week.